vond je ervan? Voor het eerst op tv in bed with Madonna in het kader van Veronica's Muziekdag. En Wessel, zeg eens eventjes heel eerlijk, wat vond je nou de mooiste scène uit deze film? De mooiste scène. Ik denk dat als ik ooit reïncarneer, dan wil ik terugkeren als het flesje van Madonna. Goh, dat had ik nou niet verwacht dat je dat ging zeggen. Dat is ongelooflijk. Het zit er op deze Veronica Muziekdag. Er is meer muziek bij Veronica op tv. Aanstaande donderdag natuurlijk om 7:10, de top 40 natuurlijk. Ja, die presenteer ik geloof ik. En dan hebben we om 9:10 Nederland Muziekland, dit keer vanuit Parijs. Presenteer ik en om 11:05 een verslag van het 1000 Drummers Festival in de haven van Rotterdam. Nou, dat pak ik dan ook nog wel even bij, vind ik. Zo is dat. Ja, ik moet jullie zeggen trouwens, jullie zien er wel anders uit hoor. Met die bril. Ja, dat knapper, is ongelooflijk, man. Dat scheelt wel, hè, zo'n bril. Er gaat echt een wereld voor me open. Ik heb jullie nog nooit zo bekeken. Ik ben Jeroen van Inkel, mag ik me even voorstellen. Hallo? Vandaag. Dit is Wessel van Diepen. Met gaten. Cameraman, regisseur ook aardig en zo. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Prettige avond verder. Ja, en donderdag dus ook weer veel muziek bij Veronica. En bovendien is het dan de laatste keer dat we op donderdag uitzenden. Want vanaf 29 september zenden we op de dinsdag en de zaterdag uit. En op zondag samen met de Tros en met Teliak. Nou, dit was dan Veronica's Muziekdag. Voor straks wens ik je een goede nacht en tot ziens. Dag.